Mijn naam is Mieke van den Burger Steensma. Ik was 19 toen ik in de zomer van 1943 werd gearresteerd voor hulp aan een ondergedoken bevriend Joods gezin. Kort daarna werd ik overgebracht naar het concentratiekamp Vught. In het vrouwenlager voor politieke gevangenen was ik destijds een van de jongsten. Een jaar later naderden de geallieerde legers het zuiden van Nederland en heeft de SS op Dolle Dinsdag 5 en 6 september 1944 alle gevangenen vanuit Vught gedeporteerd naar Duitsland. Ik ben via het vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück met een transport in Reichenbach terechtgekomen in het zuiden van Polen. Toen in januari 1945 in die regio de Russen kwamen opzetten, moesten vele honderden gevangenen opnieuw wegtrekken. Na afschuwelijke loop- en treintransporten en nog enkele kampen in Noord-Duitsland werd ik half april 1945 bevrijd door de Amerikanen. Eind mei kwam ik weer thuis en begon voor mij het verwerkingsproces. Aanvankelijk overheersten gevoelens van woede, haat en diep verdriet. Maar langzamerhand nam het leven me toch weer mee. Op verzoek van een goede vriend uit mijn jeugd heb ik mijn kampervaringen al in de zomer van 1945 opgeschreven. Het heeft helend gewerkt. Om al die heftige beelden in woorden te moeten samenvatten. Om wat in mijn geheugen gegrift stond te laten bezinken. Gelukkig heb ik er ook met mijn dierbaren over kunnen praten. Kostbare herinneringen aan de vele prachtmensen die ik in de oorlog heb meegemaakt. Evenals aan de zorg en aandacht van lotgenoten voor elkaar in barre omstandigheden, hebben voor mij de vensters weer opengezet naar dat toch zo waardevolle leven. Mijn naam is Jetske van den Burger. Ik ben de dochter van Mieke. Mijn ouders hebben mij vernoemd naar mevrouw Henriette Augusta Haak, die in de concentratiekampen de kampmoeder van mijn moeder is geweest. In Vught, Ravensbrück en Reichenbach waren zij veel samen en er ontstond zo'n nauwe band tussen hen dat velen dachten dat zij echt moeder en dochter waren. Jet Haak overleefde de oorlog niet. Zij stierf tot groot verdriet van mijn moeder aan ondervoeding en uitputting in het kamp in Reichenbach. In de zomer van 2000 ben ik met mijn man en kinderen naar dat kamp in Polen op zoek gegaan. Het stond er nog. Het was vervallen en voor een groot deel overwoekerd door onkruid. Maar we herkenden het van de tekeningen. Een Duitse bewaakster van het kamp vertelde mijn moeder indertijd dat mevrouw Haak op een kerkhof in de buurt begraven zou zijn. Ook dat kerkhof hebben we gevonden. Of ze daar echt ligt, weten we niet. Maar toch hebben we er op een mooi plekje onder een oude boom een bosje veldbloemen neergelegd en een kaarsje gebrand. Een eerbetoon aan deze prachtige wijze vrouw namens mijn moeder, mijzelf en mijn familie. Dat ik naar deze vrouw vernoemd ben, vind ik heel waardevol. Op mijn eigen moeder ben ik heel erg trots, omdat ze zo ongelooflijk dapper en sterk is geweest. Maar vooral omdat ze niet in wrok omkijkt, haar leven na de oorlog weer heel positief heeft vormgegeven en zelfs in staat is de mooie en waardevolle ervaringen uit die rampzalige kamptijd uit te dragen. De kracht die daaruit spreekt is voor mij altijd een inspiratiebron. Ik ben Nanne Dries, de kleindochter van mijn oma Mieke. Van jongs af aan heb ik veel indrukwekkende verhalen van haar gehoord
over die verschrikkelijke oorlog. Maar wat voor mij zo bijzonder is, is dat ondanks al het verdriet de gelukkige momenten de boventoon voeren. Ik vind het heel bijzonder dat mijn oma altijd het positieve naar boven weet te halen, hoe verschrikkelijk het geheel ook was. Door de reis naar Ravensbrück samen met haar en mijn moeder meegemaakt te hebben, wordt het verhaal van mijn oma steeds duidelijker. Voor mij blijft deze oorlog leven omdat ik er persoonlijk bij betrokken ben. Veel van mijn leeftijdsgenoten hebben weinig gevoel meer bij die afschuwelijke gebeurtenissen. Wat ik ze ook niet kwalijk kan nemen, ze kunnen het zich immers niet voorstellen. Maar ik zou het zo mooi vinden als de persoonlijke verhalen bewaard blijven voor mijn en volgende generaties. Want juist die verhalen maken dat je anders aankijkt tegen dit soort situaties. We kunnen niet voorkomen dat er ooit nog zulke verschrikkingen plaatsvinden. Maar laten we er met z'n allen wel voor zorgen dat het positieve de boventoon blijft voeren, zodat het negatieve beter te verdragen wordt. Dat heeft mijn oma mij meegegeven.